vruchten die altijd tot de verbeelding spreekt, die in de winkelrekken ligt. Perziken, nectarines, abrikozen, allemaal heerlijke steenvruchten. Ik hou er enorm van. In het zuiden van Frankrijk kan je van die heel lekkere plukken en eten. Maar in België kan je dat ook kweken. Hoe realistisch is dat eigenlijk? Wel, het gemakkelijkste van die speciale steenfruitsoorten zijn, naar mijn gevoel, op droge grond, zijn abrikozen. Abrikozen. Je moet die abrikozenbomen dan bekijken eigenlijk als een sierboom. Een sierboom die af en toe ook eetbare vruchten geeft. Mits een goede bescherming tegen de lentenachtvorst. Okay. Maar de grond mag zeker niet te nat zijn. Verder heeft hij last van, meestal van weinig schimmels. Bij perzik en nectarine zit hij eigenlijk met verschillende problemen. Eigenlijk één, de vroege bloei. Twee, ook een gevreesde schimmelziekte, de krulziekte bij perzik en nectarine. Is het dan de blaadjes die beginnen te krullen? Dat zie je dan, de blaadjes die krullen, maar het zijn vooral de eerste blaadjes in de maand mei. In mei. Als de blaadjes nu krullen, is dat meestal te wijten aan bladluizen. Ja. Maar als het in de maand mei is, dan is het te wijten aan die krulziekte, schimmel. Want wanneer is die geïnfecteerd? Die is in februari, soms zelfs in januari, is die gestart met de knoppen die beginnen te zwellen, te infecteren. Ma. En iets dat helpt een stuk, dat is werken met tolerante variëteiten, gelijk als Avalon Pride, Revita en Benedicte. Dat zijn, wat is dat? Abrikoos of perzik? Dat zijn perziken, perzikvariëteiten, die min of meer tolerant zijn aan die krulziekte, perziken. Ja. Bij abrikozen komt geen krulziekte voor. Dus je bent ervan gespaard sowieso. Daar blijven van gespaard, maar nog een keer, bij alle steenfruitsoorten, als de grond te nat is, zeker bij die abrikozen, dan krijg je problemen met bacteriekanker. Hmm. En bacteriekanker, daar kun je als liefhebber, ook in een voedselbos, kun je er weinig aan doen. Alleen voor zorgen dat je de meest zonnige plaats en de meest droge plaats kiest. Hmm. Is er geen droge plaats, dan moet het vergeten. Ja, ja, ja. Dat is een beetje het probleem bij die speciale steenfruitsoorten. Ja, en nectarines. Wat zijn daar de beste variëteiten van? Eigenlijk zijn er geen goede variëteiten in. Die zijn allemaal heel gevoelig. Nu, ik persoonlijk vind deze nectarine interessant. Waarom? Omdat dat een dwergnectarine is. Een dwergnectarine, ze is ook gevoelig voor krulziekte, maar ze blijft relatief klein. En in de periode dat ze bloemen, in de maand maart, is het redelijk eenvoudig voor daar een vliesdoek over te leggen. S'avonds een vliesdoek erover, als ze nachtvorst voorspellen, de volgende voormiddag de vliesdoek eraf, de zon schijnt, de bijen vliegen, de bestuiving is in orde. En het is een kleine boom die gemakkelijk eigenlijk op die manier te beschermen is. Daarom vind ik een dwergnectarine of een dwergperzik ook gemakkelijker dan een grote boom. Snoeien is wel ook belangrijk. Je moet ze jaarlijks snoeien om ze jong en groeikrachtig te houden. Ja. En bemesten liefst ook met een meststof die rijk is aan kalium, maar ook een beetje aan stikstof. Ja. Daar hebben we het eerder al over gehad. Ja. Maar als ik het goed begrijp, kweek je gewoon in een voedselbos van enkel maar abrikozen, geen perzik, geen nectarine, omdat dat gewoon veel te veel moeite kost. Ja. Veel te ziek wordt. Van die krulziekteschimmel, en dat wilde niet. Achterwege laten. Ja, beter wel. Ja. Tenzij, toch dat jij wilt proberen op heel beperkte schaal met de perzieke rassen Revita, Avalon Pride en Benedicte. Ja. Die groeien er min of meer door. Ah, ja. Ik zeg wel min of meer in een normaal jaar. In een normaal jaar, maar die hebben we de laatste tijd heel weinig. In een regenjaar. Ja. Groeien ze er niet zo goed door. Ja. Wat dat wel een optie is, als je een serre hebt, nabij een voedselbos of in een voedselbos, dat je ze in de serre kweekt, en dan is het probleem ook opgelost. Ja, of tegen een muur bijvoorbeeld, met zuidoriëntatie of niet? Met een regenbescherming. Met een regenbescherming. Een regenbescherming. Ja. Vooral voor in de maanden februari. Ja. Soms in januari.
Dan moet de regenbescherming voorzien. Maar met een tolerante variëteit. Tolerant, dat betekent, ze zijn een beetje gevoelig, maar nooit zo erg dat je moet behandelen. Ja. Terwijl er zijn ook andere variëteiten, heel gevoelig, die kunnen niet kweken of je moet ze 3-4 keer behandelen. Ja, dat is... Dus zeker kiezen voor een tolerante variëteit en ja, hopen op een droge zomer en een droge maand, maar februari. Ja, inderdaad. Allee jong, het is toch nog complex, hè? Nu, er hangen toch enkele vruchten aan, zonder bespuitingen. Nu, er hebben, ik schat, 1000 bloemen opgehangen. Maar. En van die 1000 bloemen blijven er 4 vruchtjes over. Onvoorstelbaar. Dus, ik zou zeggen, bij de sierwaarde kunnen we het bekijken. Of het experiment? Ja. Ja, oké. Okay. Ideaal.